Lieve mensen, met al die stellingen zo de kan pasen dat we alleen in theater zitten. Spijtig dat er op die eerste loge nog geen fauteuil stond, want we placeren ons toch zo gaar. Ons laten deinen en op het gemakske een ander van ons laten bougeren. Zuur en met liefste. En dat zit overal in onze sociëteit. Werken, een soort ambetant werk, dat willen we niet meer doen. Een ander laten werken en willen maar commanderen. Een soort reclameren. We reclameren en controleren zo wet dat die een crash achter de ander toe gaat. En is te mestoen. Dan helemaal niet dat nog wil doen. Alleen Maria en Jozef, die hadden nog wat chance. Dat was al direct een crash voor jou. Ze moesten juist maar dan en ons een beetje kalmeren. Nog een geluk dat er geen vlooms instantie op ooit gekomen was. Of dan en ons dat proces ons hebben. Alleen, ons zijn de kuit. En dan vlogen Maria en Jozef zelf boten. We reclameren zo gare, lieve mensen, dat er op de deur geen mensen meer zijn van nog alle responsabiliteit te pakken. En dan heb ik het niet alleen over een crash, maar over alles. Op de deur vinden we zelf geen mensen meer uit te commanderen of uit te reclameren. Zo ver is het al. Je ziet, het begon al jaren geleden. Koning Herodes was ook zo een. Hij kost commanderen. Een ander moest bougeren. Oh, en niet. Maar paas dat dan een schrikschouder was. Die drie koningen, dat kostte er iets van. Dat waren nog de enigste de responsabiliteit te pakken. Ook vandaag kunnen de mannen ons het leren. Dat wist ik ook genoeg wat van een kastaar Herodes was. Ze kosten hem van binnen en van buiten. Maar alle ogen stonden op de noodkijk. En dan zijn ze niet alleen sterkes, maar dan zijn ze niet een keer ook een grote ster. Als we alleen het willen realiseren, voor example, nu binnen vol zijn in deze kerk, dan is dat ook al zo. We moeten dat willen zijn. En niet zeggen, we vinden er toch geen. We moeten dat gewoon in ons oppakken. En dan, lieve mensen, dan komt dat vanzelf. Ik paas dat hij drie koningen dat ook gedaan hebben. Precies of hij juist de leiding van Jesaja van buiten geleerd. Het was donker in de antwoord. Gelijk als dat vandaag donker is in Europa. Het is oorlog. Lekker als in 40, 45. Just het front is hij nog niet in ons gebeuren. Alleen nog niet. Maar een beetje verder, op nog geen 1500 kilometers van hij, zijn ze elkaar aan het kapot maken. En blijven jonge kindjes en ketjes in de misère achter. En wordt alles gebombardeerd. Europa wordt donker. En dan heb ik het niet dat een elektriek wordt valt.
dat is een ander donkerte uit. Precies dat donkerte uit van de jaren 30. Maar we kunnen dat niet echt vatten. Wel, we worden bijna nog niet geboren. Maar gevoelde een elektriek dat in de lucht donk. In Duitsland worden ze het aan het prepareren. En een beetje later wisten we hoe laat dat was. Ook vandaag blijven we dat vullen. Niks marcheert nog convenabel. Je moet al bekend een ambulance roepen als je de griep krijgt. Want de dokters hebben geen plus. Alleen meneer Nop en ik wil dat ook niet aan betand maken. De apothekers zitten zonder pillen. En op een televisie moeten ze mannen wachten. Als je een kleine wil fabriceren, moet je eerst nog een crash reserveren. En laat dat zuzeke ding toch. Dan ons dan alleen direct zijn crash, zijn kribbeke en zuzeke. En voilà. Zou voilà niet laten aan een ander? Zou voilà, par exemple, 2 dagen hoe het congé wijkomen, zijn ander te depaneren? Dan wel een moeite en wel genoeg attentie voor een andere wat meer kwaliteit van leven te geven. Europa is donker. En zelfs zonder oorlog kunnen dat vullen. Heel veel mensen kunnen er mee mee. Ze vallen nooit een boot, alleen van elke kameel. Ze zijn op. Ze moeten huilen van alle stresseren. En zo is net een visieuze cirkel. In feite leven mensen, dat een visieuze cirkel, dan een zuzeke de braken. Daar begint men van haar te verwijzen naar het licht, naar een klein lampje, een klein bougieke. En wat is een zuzeke? Juist gelijk als een lamp. Maar een lamp die geen elektriek van doen heeft. Een soort eternel bougieke. Dan geeft licht van zijn eigen. En dan een klerheid onzoekt er gelijkertijd. Maar dat klaar kittetje in zijn kribbeke, dan vraagt de onzoekheid. Dan vraagt ze ertoe dat wij op onze teur malkander een beetje licht laten geven. Een beetje oplichten. En door mij wil ik niet zeggen dat je mankander in de doeken moet doen. Maar kan erop lichten of eclaireren. Zo gelijk als dat zuur kunnen hebben. Dat is nou ook niet zo moeilijk. Dat is van taal tot taal gewoon van onze pedestal komen. Even maar. Voor te beginnen. Dat is al meer dan genoeg. En in Brussel kunnen we wel door mij beginnen. Wat dat moet zijn. Zonder complexen. En als het dan blijft, mijn bekken zwans. En zelfs wat kluit draaien. Want vandaag mogen we niks meer zeggen. We mogen nog niet meer aan een madame zeggen dat ze een schoen rokje aan heeft, of een schoen coiffure, want het is er al over. Het is de wereld op zijn kop. Je moest eens weten
dat ik mijn muzulmans van hey, neffe, van taart en bekkenplaag. Lekker zo over 14 dagen met de kerstmis. Voor de mis hebben ze mij komen boos de novelle eten. En daarna hebben ze ons naar de nachtmis getrakteerd op thee en koekjes. En ik moet zeggen, de koekjes waren te fretten. En we hebben ons geamuseerd. En we hebben laten zien dat we elkaar jaren zijn. Willen we daar dan een keer over napazen? Beginnen met elkaar wat dat ook zijn, jaren te zijn. En beginnen met koekjes te eten. Onze leven hier is niet alleen van zijn kroos komen, maar met kleine stapjes ooit zijn kruis komen. Naar ons toe komen. Met zijn polkjes waait open. Ik hoor hem het al zeggen. Ik zei naar hen allemaal, doe het gare. Ah wel, ik kon halen ook. En de rest dat komt van zijn eigen.